Hier ergens lag hij. Ik ging er altijd mee naar de pizzeria in de Pijp. Waar je lekker pizza's aan het water kon halen. Gewoon genieten, zo'n bootje. Maar ja. Dat genieten houdt natuurlijk op als blijkt dat je motor is gestolen. Ja, want wij hadden exact dit ook. Gewoon hetzelfde soort bootje. En toen hebben ze op een gegeven moment de propeller eraf gejat. Ja, dan kan je niks meer. Dus dat is een beetje lullig. En toen hadden wij zoiets van, nou, we gaan even kijken of we een nieuwe propeller kunnen kopen. Nou, daar ben je dan even mee bezig. En in de tijd dat wij zoiets hadden van, nou, we kunnen hem kopen, was de motor ook gejat. En dat gebeurt vaker. Spreek een willekeurige booteigenaar aan en je krijgt dit te horen. Een buitenboordmotor ook? Niet meer. Nee. Vanavond wel weer, als het goed is. Ik heb er weer één gekocht en die wordt vanavond gebracht. Maar ja, helaas, ik heb hem niet meer. Jaarlijks verdwijnen 150 motoren en bootjes. Waarschijnlijk ligt dat aantal hoger, omdat niet iedereen aangifte doet. Om de diefstal tegen te gaan, wordt er nu een bijzonder middel ingezet. Lokbootjes. Eigenlijk moet je het vergelijken met een lokfiets die we inzitten. Daar zit een track-and-trace systeem op. Dat wordt erop geplakt. En op het moment dat dan de motor gestolen wordt, dan kunnen we uitlezen waar die motor naartoe gaat. Omdat we dat track-and-trace systeem erop hebben zitten met een GPS-zendertje. Zo kunnen we dan uiteindelijk uitkomen bij een verdachte. Die chip mogen ze er bij mij wel in doen. Ja, ik vind het fantastisch. Heel veel booteigenaren worstelen hiermee. Elke keer een motor mee te sjouwen, dat is natuurlijk ook geen optie. Dus ja, ik vind het een heel goed idee. De lokbootjes werden vorig jaar ingezet in Noord-Holland. Toen liepen 4 mensen tegen de lamp. Binnenkort gaat het project dus ook in Amsterdam van start. Je zou kunnen zeggen, er liggen zoveel bootjes in Amsterdam in het water. Ook heel veel buitenboordmotoren. Is het dan ook niet een beetje een druppel op de gloeiende plaat? Je moet altijd wel ergens beginnen. Hè? En dat is met het uitzenden van een signaal. Mensen duidelijke voorlichting geven over hoe ze het kunnen voorkomen. Maar ook door eventuele daders te laten zien dat we het echt niet zomaar allemaal laten gaan. Er valt nog genoeg te redden. Er zijn heel veel mensen met bootjes. Dus ja, het is geen mosterd na de maaltijd. Zeker niet.